Hey, thuis! Daar ben ik weer. Ik mis jullie en neem ik aan jullie mij ook al missen. Kijk, vandaag ben ik in het kantoor. En wat kan je, wat denk je wat ik ga vandaag doen? Nou, zoals je weet, we zijn allemaal thuis een beetje aan de verkeerde houding, werkhouding aan nemen. En dat zie je heel veel gebeuren, omdat we gewoon aan de keukentafel gaan zitten. Of op de bankje even tussendoor en voordat je weet zit je wel een paar uur achter die pc omdat je hebt een telefoontje, dit en dat, en dan zit je dan in een bepaalde houding wat eigenlijk niet bij woord en dan word je opstaan van de bank en denk je, mijn rug of mijn nek of wat dan ook. Dus, wat ik heb vandaag gedacht, ik ga een aantal dingen doen die eigenlijk kunnen voorkomen, een soort preventieve een workout of preventieve oefeningen voor je mobiliteit, van je stretching, die gewoon thuis makkelijk kan doen, om ervoor te zorgen dat je dan je aantal spiertjes even op prik brengen en dat die verstijvingen eigenlijk weggaan. Want als die blijven, die verstijvingen blijven, dat zorgt eigenlijk dat die spieren worden steeds verkramper, er gaat steeds meer leven, dus je betrek je andere spieren bij en dan, nou ja, voordat je weet, heb je blessure ergens op je schouder, arm of nek of je rug of wat dan ook. Ja? Nou, beginnen met de eerste oefening. Eigenlijk doen we dan, beginnen met die pose. Dus heel vaak heb je korte bewegingen of zit je op de bankje en dan heel veel. Dus dit herhalende oefeningen met de pose, met je onderarm, dat wordt eigenlijk heel veel stijf. Hè? Dus hier belangrijk is om een aantal oefeningen te hebben die je kan tussendoor doen om te zorgen dat je dat makkelijk op rek brengt. Goed, stel voor voel je je polsjes, je vingers, onderarmen of schouders, of nek, kan het doorstralen. Laten we beginnen alleen maar uit de polsen en je onderarmen. Of daar even wat meer wat rekoefening doen. Oké. Okay. Wat je gaat doen is eigenlijk heel simpel. Dus je kruist je vingers en dan rek ze helemaal uit. En dus rek ze helemaal uit. Je onderarmen uitstrekken, elleboog helemaal gestrekt en zeg maar je vingers, je duwt je helemaal naar buiten. Nou, dat kan je ongeveer 10, 15 seconden vasthouden en dat is eigenlijk meer dan genoeg. Gewoon even een beetje oprek brengen en terug. Nou, even een beetje draaien. Dat werkt altijd heel goed. En wat je ook heel goed kan doen, is even een beetje met je vingers gewoon heel lichtjes los masseren die onderarmen. Want eigenlijk die hele, vanuit deze spier loopt het helemaal door, die pezen lopen helemaal door. Dus als je vingers hier zet en je gaat je armen bewegen, dan voel je eigenlijk hoe hier allemaal werkt. He? Dus heel simpel. Dus als je dit eventjes een beetje los masseert, dan komt er wat meer ruimte naar je poses en de dingen. Nou, de volgende rekoefening voor je poses en je vingers is eigenlijk even zo. Door naar voren, strek hem helemaal uit. En zelf de andere kant. En uittrekken. En terug. En kunnen we hetzelfde naar beneden. Ja, naar beneden. Voorover. En rekken, even rekken uit. En dan voel je die onderarm op rek komen. Heel goed. En andere kant. Hier naar voren. En rek je uit van bovenkant naar onder. Heel goed. Oké. Wat ook heel goed werkt, is eigenlijk je vingers helemaal open, zeg maar zo open mogelijk maken en dan rechts en dan probeer je voeten handen plat zetten, je hand helemaal plat zetten naar de tafel. Dus omhoog, helemaal open, zo hoog mogelijk, open zoveel mogelijk en dan probeer je die palm van je hand helemaal in de tafel in. Dat werkt heel goed. Mooi. Nou, dat is lekker. Ook weer wat je kan op tafel zetten. Dat is even op je tafel op deze manier. Even rekken. Dus even rekken. Naar voren. Het is wel heel belangrijk. Dus als je heel veel aan het typen bent. Dus
dat je regelmatig die onderarmen eigenlijk op rek brengt. Dat is heel erg belangrijk. De keer die lag me uit, jongens. Zit hier in een pak, jongen, netjes, hè, de sportman. Oké, zo. Net hebben we gedaan met vingers, je polsjes en je onderarm. Alright. Nou, als je dan kijkt dat die spier van je onderarm is boven je elleboog aangehecht en die triceps en je biceps voor en achterkant van je arm lopen over je, zeg maar, elleboog naar beneden. Zijn dan bij deze ulna en radius twee botjes voor je onder zijn aangehecht onderkant. Dus die, dat is heel belangrijk om die ook oprecht te brengen. Heel simpel, eigenlijk wat je kan doen is je arm achter je hoofd naar beneden. En daar rek je eigenlijk een beetje je triceps mee. Ja, dus zet je arm zo, pak je elleboog en doe je hem naar beneden. En dan kun je ook een beetje je rugspier een beetje meerekenen. Dat is goed. En aan de andere kant. Ja, dus je elleboog achter je hoofd. En dan, of je handen duw je naar beneden en een beetje opzij. Goed zo. En dit zijn hele simpele rekoefeningen die je heel makkelijk kan doen. Eigenlijk overal. Gewoon makkelijk achter je bureau of gewoon achter je keukentafel op de bankje. Goed. De volgende. Wat je heel vaak hebt is je houding. En dus je vaak zitten we en dan zouden we zo gaan typen. Hè? We zouden vaak op, ja, dan ben je even kijken en dan zit je heel vaak voorover gebogen. Dus je de houding vanuit je rug, je nek, je schouders, je borstspier, dat wordt allemaal een soort flexiebeweging. Dan ben je veel voorover gebogen. Dus als je kijkt, deze spier aan de voorkant wordt heel erg dominant, stijf. En die moeten ruimte krijgen. Het is belangrijk dat je schouders, je borstspier, je stukje van je biceps, dat moet even uitgerekt worden. Ja? Nou, daar heb ik een aantal oefeningen voor die heel makkelijk je kan doen. Is eigenlijk gewoon dat je zegt, ik ga je borstspier even rekken. Dus aan de rand van de tafel, even zet je hand. En dan ga je tegenovergestelde kant, ga je draaien. Zie je? Draai de volle rek hier op je borst. En op je schouders. Rek hem even uit. En je biceps wordt ook gelijk mee gerekt. Dus hij staat, uitrekken. Heel goed. Dan zet op de andere kant op. Heel simpel. Rek hem even uit. En pak je tafel. Strek je helemaal door. Heel goed. Goed. Oké. Dan krijg je hier wat meer ruimte. Dan krijg je wat meer ruimte aan die borst. Dus dan kunnen die rugspieren kunnen een beetje rusten. Want op het moment dat het dat is, dus het blijft de hele tijd de spanning op je rug en nek en schouders. Dus die, als je dit regelmatig rekt, een paar keer per dag, dan zorg dat het wat meer ruimte is. En dan is het wel heel belangrijk om je nekspieren te activeren. Nou, zoals je weet, we hebben die benzen hebben we thuis, we hebben al die bandjes, die kan je gewoon heel makkelijk op onze website bestellen. En dan kan je thuis even kleine oefeningen mee doen. Let maar, wat ik ga doen hier is eigenlijk voor je nekspieren en voor je, voornamelijk in de middenkant van je trapezius, van je rugspieren en je schouder. Wat we doen, je pakt een binnenhand, dat heeft er wel verschil of je binnenkant pakken of een bovenkant. Hè? Je moet je even proberen. Dan leg je net andere spanning op je schouderblad. Ja? Dus als ik je een binnenhand zet, is er veel meer spanning. Nou, borst ervoor. En wat doen we? Die heb je wel eens gezien. Bij mij in een studio deden we vaak dit soort dingen. Dat je een beetje diagonaal, omhoog, opzij. Even op verschillende hoogte kan je die spier, of die spiertjes helemaal mee, dus je schouderbladen, rotator cuff, trapezius,
dat kan je allemaal een beetje activeren. Want dat is wel helemaal belangrijk, dat er meer doorbloeding in komt en zorg dat dat, zeg maar, op fit blijft. Want dat, de meer je kracht hebt in je nekspieren en in je schouder, dat rechter je gaat blijven, de betere houding je aanneemt. En de minder kans op die blessure of verstijving. Als je pakt bovenhands, nou dat is net een stukje makkelijker. Maar draaien, doordat je draait en de binnenkant pakken, dan neem je net even wat meer accent op je achterkant, schouderblad en rotatorcuffs. Ja? Goed, dat is een hele simpele manier om te doen. En net zo bijvoorbeeld wat we ook kunnen doen is, zet je de voeten op die elastieken. En dan kan je dat omhoog trekken. Hè? Dus omhoog naar achter. Dus dit soort dingen kan je heel eenvoudig thuis doen, achter je bureau, even tussendoor. Of zeggen, ik pak beide benen. Zo, ik hem in, strek mijn benen, borst naar voren, haal de rug. Hop, let op. Hoe makkelijk is dit? En nou pak je wat je grotere rugspier mee. Heel simpel, maar wel heel erg goed om dit soort dingen vaker thuis te doen. En dat zorgt gewoon dat je eigenlijk veel blessure kan voorkomen. Goed, dus probeer dat. Thuis makkelijk schaaf zo'n bandje en probeer ze daar eventjes probeer dat soort oefeningen thuis te doen. Eén is het dus die verstijving weghalen, dus die stretch oefening. Het tweede is het dat bewegen, hè, dus die mobiliteit creëren in die omgeving van de schouder of nek of rugspier. Nou, makkelijker zou je dat met die elastiekje kunnen doen of met de stok. Je zag in de vorige workout wat ik deed met de stok of hier nou met die elastiek. Wat deden we dan? Een soort rotatie. Hè? Wat weten dat schouder is een kogelgewricht. Hè? Dus je kan je rondom bewegen. Nou, bij die kogelgewricht moet je ook die optimale beweging kunnen doen pijnvrij. Dus dat je zonder pijn hebt, dat je moet dat kunnen bewegen vanuit die heuparmen naar die billen of terug. Dus die schouderkolom, die moet je dat kun je toelaten. Dus als je denkt, oh wauw, ik voel hier iets pijnlijk. Nou, wat ik heel vaak vind, stel maar voor dat die rotatorcuffs achter vast zitten of je nekspieren. Ik ga vaker tegen de rand van een deur. Ga ik even deze, met mijn eigen lichaamsgewicht, kan ik dat een beetje rustmasseren. Zo, ik hoef niet echt iemand hebben daarvoor. Of heb je thuis die voorrollers? Als je die voorrollers hebt, dan kan je op die rollers. Dan zie je, hebben we dat in die benzen hebben we al die roloefeningen van voorrollers hebben we gepromoot. Dus daar kan je ze terugvinden. En kan je allemaal kleine video's, die kan je kijken, hoe kan ik bepaalde spieren even losmasseren. Ja, dus heb je dat niet, is helemaal niet erg, maar kijk wat ik doe. Ik leun me op mijn schouderblad, dus op achter op mijn rotatorcuffs. En wat doe ik? Ik beweeg naar voren en achter. Je zet je druk op die spier, op dat trigger point noemen we dat. Die trigger points, dat zijn eigenlijk die verklevingen. En dan doordat je alleen maar langzaam, geleidelijk, bijna pijnvrij, probeert de bewegingen te maken om die verkleving weg te halen. He, dus dat kan je bijvoorbeeld om dit te doen. Zo aan de rand van het duurpost, zo ga je dat eigenlijk zelf een beetje wegwerken. En dat zie je, dat als je dat een paar keer doet, nou, dan is dat, dan gaat dat, dan kan dat heel makkelijk, kan je dat weghalen en kan dat helpen om die verstijvingen weg te halen. Goed. Niet te vergeten is, dan hebben we dan heel veel, en dan hebben we de poosjes gepakt, hebben we jongdarmen, hebben we dan een stukje borst, schouder, en nek en de rugspieren. Nou, wij zitten heel veel, dus wij zitten bij flexie, hè, dus als je zit, dan worden die heupflexoren wel kort. Hè, dus dan is je hamstrings worden korter, je heup wordt wat stijver, en die ellipsoas, dat is een psoaspier.
ilias, dat zijn spieren die lopen vanuit die laatste vier rugwervels onder je buikspieren naar je dijbeen onder. Dat verkort en dat zorgt vaak voor last van je onderrug. Nou, simpele oefening, wat belangrijk is om te weten, ik moet al die spieren een beetje soepel houden. Dus je moet zorgen dat ze door bloed zijn en ik moet ze gewoon rekken. En dan geef ik je een paar simpele oefeningen die je gewoon dagelijks, 2-3 keer per dag moet je gewoon blijven doen. Nou, 1, 2, hamstrings. Die hamstrings moet soepel zijn. Die moet gewoon lengte hebben. Als je ze die rekt, dan kunnen die bekken makkelijk kantelen op en neer. Want die hamstrings is aangehekt onder op je heupen. Ja? Dus rek hem even uit. Helemaal doorrek. Gewoon heel relaxed. Simpel. Gewoon benen omhoog. Op de tafel. Rek hem even uit. Als je niet hoog, goed been hoog genoeg kan tillen, gewoon naar beneden. Op deze manier. Probeer je tenen te pakken. Of binnenkant dijbenen. Waar je staat. En dan voel die spanning op je hamstring. Heel belangrijk, die hamstring moet lengte hebben. Lengte, dan zorg je dat je hier de kanteling makkelijk kunt maken. Dus als dit te stijf is, krijg je dit. En dan moet je corrigeren met je onderrug. En dat zorgt voor vaak last van je onderrug. In combinatie met je heup en de flexoren voorkant. Nou, om te kijken vanuit die achterkant, gaan we naar die heup. Een heup stretch. Heel belangrijk. Kijk, wat je gaat doen, is eigenlijk, als ik een beetje aan de zijkant sta, dit doen we wel eens op de grond, dat zie je heel vaak hier, als je op de tafel doet, op de stoel of iets, kijk, als je een beetje naar achter stapt, verder, en dan zit je voet omhoog. Kijk, en nu dat ik hier zak tot de knie, en een bovenlichaam, een beetje in gaan hangen, dan voel je behoorlijk gaan voelen, voel je in je heup stretch. Je zit hier, komt behoorlijk wat spanning op en je hamstrings wordt op steeds en je bil. Dat is eigenlijk wat heel belangrijk is om daar veel rek op te brengen. Dus ontstaat wat ruimte, maar weer dezelfde verhaal. Jongens, heup is een kogelgewricht. Dus je been moet kunnen optimaal bewegen. Ja? Dus je moet kunnen helemaal rondom kunnen bewegen. En als je denkt, oh ja, hier voel ik een beetje stijf, is kut. Dus dat moet niet. Ja? Dus, oké. Vanuit daar, belangrijke andere dingen is je IT-band. Deze spier, deze pees, is heel lang. Je gaat hier rond, gaat hij naar beneden. Dus die kan je ook een beetje oprekken. Dus kruis en dan een beetje hangen erin. Dus je voelt ook je rugspier, voel je rugspier oprek en je voelt deze pees helemaal rek. Dus heel simpel, rek hem helemaal door naar beneden en daar helemaal uitrekken. Kijk toe. Heel eenvoudig, dus naar beneden kruisen en inhangen. Dan voel je flinke rek, schuin buik, je rugspier. En dat kan je ook tegen op de muur doen. Dan komt nog meer spanning op je led. Dus als je ergens tegenaan leunt en dan even doorheen. He? Dus hier en dan. Dat is er nog meer spanning op. Dus je arm omhoog en dan voel je die rek opkomen. Heel belangrijk. Goed zo. Nou, dat is iets waar je heel veel moet doen om ervoor te zorgen dat hier wat meer ruimte ontstaat. Nou, die voorkant hadden we daarover. Over die ellipsoas, ilias en op je, eigenlijk je quadriceps. Dus allemaal aangehecht op je heup. Je quadriceps loopt hier naar beneden. Nou, dat spier is, trekken we je bekken naar voren. Nou, om een beetje ruimte te creëren in die quadriceps, maar ook in je ilias, is er dingen, twee dingen wat je kan doen. Eerst deze. Deze werkt heel erg goed. Dus je voorover hangen en dan zoveel mogelijk naar achter trekken, naar je bil toe, je been. En dan flinke spanning, spanning aan de voorkant van je lies. Dus dit kan je heel makkelijk eventjes tussendoor even op rek brengen. En uit. Goed. Nou, wat zie je ook heel vaak
in principe hetzelfde doen. En kijk, wat je kan ook op de grond doen. Hè? Dus je zegt, ik pak dit, pak mijn been achter en dan ga ik helemaal met mijn knie naar voren. Ja, dit kan je ook doen. Heb je nog zin, Katie? Goed hoor, je mag al wat zeggen hoor. Hey, dag beste klanten. Hallo lieve kijkers. Oké, okay, kijk hè. Dit is mijn beste held op het moment, jongens. Oké, okay. Dus naar voren, knie naar voren en dan rek je. Rek je helemaal uit. Je ziet de spanning hier oplopen aan de voorkant. Doordat je zelf naar voren duwt, je duwt de knie naar voren en dan rek je. Trek je benen achter naar je toe. Je voelt die spanning op je quadriceps. En rek het helemaal door. Uit. Zo is het. Goed. Nou, dus wat hebben we dan gedaan? Is je heupflexoren, dus je hamstrings. We hebben daarna die pees, lange pees, uit die been. En een stukje van je heupflexoren, hè, van je ellipsoas ilias. En je quadriceps. Dus dit is een beetje een protocolletje die je eigenlijk in het dagelijkse leven heel regelmatig zou moeten doen. Om voor zorgen eigenlijk een beetje om die verstijvingen of die trigger points tijdens de slechte werkhouding die je aanneemt. Die zorgen dat je dan gewoon last krijgt van je rug of pijn. In je schouder of poosjes of wat dan ook. Dus ik zou zeggen van doe ze nou 2-3 keer per dag. Iedere houding neem je ongeveer 10 seconden. En dat zou je merken echt, dat helpt enorm, enorm, enorm. Gewoon simpele dingen, maak niet te moeilijk. Ook niet voor boven, hè. Als je ergens dit doet, aan de zijkant van de deur, of je zit tussen je deurenpost, twee armen tegen de deurenpost en daar naar voren. Want dit moet veel ruimte krijgen, mensen. Want we zijn de hele dag, hè, zo zit je best wel waarschijnlijk veel stress en maak je druk in deze tijd over heel veel dingen, over je onze gezondheid. Over je werk, misschien over je hypotheek of over je. Je familie of zit je thuis en je relatie is niet helemaal te gek. Ja, dat is ook een flinke start. Ja, kan van alles zijn, hè. Maar goed, we moeten gezond doorheen. We moeten met z'n allen doorheen. We moeten, in deze tijd, moet je zo goed mogelijk voor jezelf zorgen en voor mensen om je heen. Nou, in ieder geval een kleine tip geef ik je nog even aan. De tip is van, kijk. Deze dagen zitten we heel veel, we bewegen veel minder. Dus wij hebben ook een neiging om misschien meer te eten of eerder een glaasje wijn, een flesje wijn open te doen. Nou ja, dat zijn wel calorieën die heel snel niet worden makkelijk opgenomen, maar die worden niet snel verbrand. En al deze extra calorieën die gewoon kunnen ervoor zorgen voor extra's, een paar extra kilo's. En, maar die extra paar kilo's in deze tijd, mensen, die zijn niet welkom. Want we weten, elke kilo te veel is schadelijk voor je lijf. En ook brengt ze bakken ellende mee. Dus ik zou zeggen, zo probeer het nou in deze tijd ook op je, dat je zelf het gewicht behoudt. Zeker in deze periode, dat je niet, als we uit deze crisis uitkomen, dat je toch wel met dezelfde gewicht uitkomt waar je nu bent ingegaan. Dus dat je, als je weegt 80 kilo, probeert over de hoop, ik hoop dat dit niet te lang duurt, maar dat we wel over een paar maanden dan weer met de 80 kilo dat je hier binnenkomt en dan denk je, Milo, kom op, we gaan. Ik heb al je video's gevolgd en het is me gelukt om toch een bepaalde basisfitheid, zou je nooit fit zijn zoals je hier bij ons je zou nooit zo zijn, fit zijn zoals je toen als je traint, maar ik weet zeker als je deze workouts volgt allemaal en dan heb je zeker je basisfitheid behouden, zeg maar. En als je dan thuis goede keus maakt met eten en genoeg slaap, dan als je terug bent, dan gaan we weer keihard tegenaan. Heel veel mensen bij deze heel andere video dan in de afgelopen keren.
Ik hoop dat ik hierbij heb iets bijgedragen wat je mee kan thuis. En ik hoop dat dit echt bijdraagt bij je gezondheid en verbeterde werkhouding die je nu heel hard nodig hebt. Tot ziens en tot gauw weer. Ik zie je bij de volgende video. Ik ben trots op jou. Ik mis jullie. En tot de volgende keer. Hoes. Ciao.